kijkers van Power Marlig. Super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ja jongens, meisjes, dames en heren, we zijn weer terug op je beeldscherm. Vandaag gaan we namelijk solliciteren voor DDG YouTube Content Creator. Ik zag vandaag heel veel meldingen voorbij komen van Power Marlig. Je moet weer eens een keer solliciteren voor een DDG YouTube rankje. Die kans gaan we zeker pakken nu Danny eenmaal in de Discord dit bijzondere bericht heeft achtergelaten. Hey, hallo beste vrienden, hier ben ik weer. Weet je wat mijn moeder zei? Keer op keer. Oké, serieus. Danny heeft even een berichtje achtergelaten in de Discord van hallo beste vrienden. Ik heb een nieuw formuliertje samengevoegd. En wil je DDG content creator worden? Dan kan je in dit formuliertje solliciteren. En ik dacht, laten we die kans pakken. Ik ga even een sollicitatie in het openbaar doen. Even vertellen wie ik ben. Wat ik al heb gedaan om de DDG superpaar content maken. En waarom ik eigenlijk heel graag zo'n rankje wil hebben. Nou, jongens, meisjes, mocht je het niet weten, Danny, vrienden, DDG-server, jullie kennen me waarschijnlijk vast wel, de publiekelijke naam, Power Marlig, klinkt als vrolijkheid in de oren. Ja, het is gewoon een vrolijke naam, Power Marlig. Ik vind het echt een lekker naampje en ik maak al sinds 2016 content op de DDG server. Ik begon destijds met mijn YouTube kanaaltje met de gamer, zoals je hier kan zien. Toen maakte ik ook nog allemaal andere random video's. Hierzo ontmoette ik de David in-game en dat was echt een heel bijzonder moment. Zoals je ziet, heel veel eventjes, heel veel oude dingetjes. Om 6 uur live met Mindtopia 5 jaar geleden. Mindtopia live, hierzo, Dinoland zelfs. Ja, dit gaat ver terug in de tijd. Maar het begon allemaal hier. Toen wij door Mindtopia liepen, op de gebouwtjes en loopten. En een beetje ronddurpte. Zoals je ziet, heel veel namen. Dus de Mindtopia tijd gaat eigenlijk al heel lang mee. En hier is het begonnen op 21 maart 2016. En vervolgens was ik echt een no-liver in de DDG server. Vanaf mijn 16e tot mijn 23e heb ik eigenlijk wel heel veel DDG server gespeeld. En geüpload op YouTube. Het is eigenlijk het hoofdonderwerp geworden van mijn YouTube kanaal. Mindtopia. En nogmaals Mindtopia. In de streams was het ook niet te ontbreken. En ik kreeg heel vaak de vraag van, Martijn, waarom upload je tegenwoordig geen DDG video's meer? Nou, in ieder geval, we uploaden de laatste tijd niet zo heel veel video's. Omdat ik echt jarenlang de DDG server video's heb gemaakt. Ik kreeg er nooit echt waardering voor terug. En dat vond ik eerlijk gezegd wel jammer. Ik was destijds heel erg actief. Vooral in de tijd van Mindtopia. Wil met dagelijks streamen, video's maken. En heel veel mensen die me konden, die kregen een YouTube-rankje. Net als Snoetje, Gamestein. Ik heb eigenlijk al 6 jaar lang geüpload op de DDG-server. En ik heb nooit echt een bedankje gehad van Power Marlig. Je maakt echt leuke video's. Tof dat je onze service ook promoot. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Ik ben toen destijds op stream ook 2 keer geband. 1 keer toen ik zei van er is een bug met een vendingmachine. En de tweede keer was met Gamestein denk ik. En volgens mij was er nog een derde gevalletje. Toen ik ook zomaar werd geband voor een no re-reden. Maar dat maakt niet uit, die tijd is voorbij. Ik maak regelmatig weer Mindtopia video's. Daar gaan we door naar het volgende onderwerp. Ik hoop dat het voor jullie nu duidelijk is waarom ik minder Mindtopia ben gaan uploaden en gaan doen. Maar als ik zo'n rankje zou hebben, dan heb ik ook Night Vision en andere comments van /D waar ik in de tijd van Mindtopia World en de normale Mindtopia echt 20 euro voor een pakketje moest kopen om een betere beeldverhouding te krijgen in de avond. Dat vond ik persoonlijk wel jammer. En daarom wil ik eigenlijk een YouTube rankje. Eigenlijk voor die extra opties. En dat ze mijn content supporten natuurlijk. Nou, in ieder geval, dat is hartstikke top. Voor de sollicitatie. Wat vraagt de DDG server nou als eisen om content creator te worden? Beste DDG YouTube rank. Officiële aanvraag. Formulier. Beste YouTuber. Ben ik een YouTuber? Ja, ik ben een YouTuber. Een aantal voorwaarden waar je sowieso moet aan voldoen. Minimaal 3000 abonnees. DDG server. Tegenwoordig is 3000 abonnees enorm veel gevraagd. Je kan beter de mensen een rankje geven die echt actief op de DDG server uploaden.
één video per week geüpload. Professionele thumbnails. Ik vind dat ik in principe ook wel professionele thumbnails heb. En ja, mocht je niet aan de bovenstaande eisen voldoen, dan kan je een YouTube rankje bieden. Dus ja, in principe, ik denk dat we wel voor een junior YouTube rankje in aanmerking zouden kunnen komen. Omdat ik best wel vaak DDG content zou kunnen maken. En maken die echt leuk is, maar ja. Het moet van twee kanten komen. Nou, als ik nooit na 6 jaar een bedankje heb gehad of een verzoekje en alleen krijg de, en mijn vrienden wel een rankje zien krijgen, dan is het wel een beetje apart. Ook al heb ik overal altijd buiten gestaan. Nou, in ieder geval, dan gaan we even door. Let op, een YouTube rank op de DDG server houdt in dat je in samenwerking met ons aangaat. En je krijgt promotie. Die promotie maakt voor mij niet zoveel uit, zolang ik maar plezier en een beetje waardering uit de DDG server krijg. Dit boeit eigenlijk ook niet echt. Alleen, ik kan communiceren met een Tony Tuber bijvoorbeeld. En dat is in ieder geval leuk. Ik heb ook de Tony Tuber op WhatsApp. Dus ja, in principe aan zo'n Discord promo rankje heb ik eigenlijk ook niet zoveel. Maar we gaan eens even de sollicitatie doen. Wat is jouw voornaam? Mijn voornaam is Martijn. Eens even kijken, wat is mijn Minecraft naam? Power Marler. Eens even kijken, hoe heet je YouTube kanaal? Power Marler. Eens even kijken, hoeveel abonnees heb je op dit kanaal momenteel? Eens even kijken, hoeveel abonnees hebben we op het YouTube kanaal Power Marler, waar echt heel veel Mindtopia livestreams staan, zoals je hier zo kan zien. Mindtopia. Leuke stream idee, want we gingen ook best wel vaak op Twitch live met Mindtopia. We hebben momenteel 577 abonnees. Dus ja, in principe is het wel een beetje slap hoor. Eens even kijken, 577. Nou, we hebben destijds heel veel Mindtopia gemaakt. Survival lijkt me ook wel leuk. Alleen de survival van de DDG server moeten echt weer een keertje een updateje krijgen. Planetcraft lijkt me ook wel leuk, maar we maken momenteel veel video's. Dat is vooral Mindtopia, want de rest is eigenlijk niet echt interactief, om het zo maar te zeggen. Hoeveel video's? Eens even kijken. Het aantal video's wat jij uploadt op jouw kanaal per week. Welke op de DDG server plaats hebben gevonden? 1/2. Ja, in principe kan ik 1 tot 2 video's per week maken. Dus ja, ik zou dat graag willen maken voor de DDG server. Waarop kunnen we jou contacteren? Nou, in principe, we kopiëren gewoon even onze Discord tag. Oké, jongens, meisjes, we kunnen onze. Dit is dus onze Discord tag. En als het goed is, hebben we nu gesolliciteerd voor een officiële YouTube rank op de DDG server. En ik hoop dat ik een reactie krijg, want het lijkt me echt leuk om weer van het najaar veel op de DDG te streamen en video's te maken natuurlijk. Maar ja, het moet van twee kanten komen, zeg ik altijd. Het moet van twee kanten komen, ik moet het leuk vinden, hun moet het leuk vinden als ik content op hun server maak. In plaats dat ze zeggen van, je kan hier beter weggaan. Dus ja, in principe, ik hoop heel erg dat er iets mee wordt gedaan. En dat we toch eindelijk na zoveel jaar een fantastisch rankje voor waardering mogen krijgen. Oké, jongens, muisjes, dames en heren. Laat in de comments weten of jullie weer een nieuwe Mindtopia video willen zien. Of een andere DDG game mode. Want ik kreeg ook heel vaak de vraag van, Martijn, upload nou Planetcraft. Laat het zeker weten in de comments hieronder. En misschien zie ik jou dan wel in de volgende DDG video. Later, doei doei, tot ziens. Groetjes aan Danny de Legend.